bepalen de scheidsrechters hoe de laatste minuut loopt. Dus de laatste minuut gaat de tijdstip toe. En dan zijn de scheidsrechters in charge. Geniet van een mooie pot met alleen maar toppers. Oei, een prachtige aanval, een spannende pot, 0-0, nog 10 minuten. Toch even wat logistieke mededelingen inderdaad. Na de derde overtreding is iedere overtreding een 10 meter. En de laatste minuut is voor de scheidsrechters.
Golazo! Jamal El Ghanouti met de 1-0. Even een correctie op de fout. Het staat nu 2-2, maar was dat belangrijk. Na de derde overtreding is iedere overtreding een 10 meter trap. Dus nu staat het 2-2. Stand 1-0 voor MBK. Prachtige wedstrijd tot nu toe bij de EHS Voedsel Cup. Hier een prachtige, mooie bovenhouding. Spektakel vandaag. Zaterdag op topniveau met allemaal. Prachtige voetballers, mashallah. Internationals, Nederland, Marokko. Alles is hier te zien. Heerlijke broodjes. Ik heb er net ook eentje gehad. Buiten de halen. Genoeg te beleven vandaag. Thank you.
Essen met de 2-0. De prachtige bal vanuit achter. Kerstverse speler van FC Eindhoven Voedsel aankomend seizoen. Mooi doelpunt 2-0 voor de MB. Team en Beker staat met 2-0 voor met nog een kleine 3 minuten te spelen. Powerplay. Kijk of ze dichterbij kunnen komen. En zoals aangekondigd, de laatste minuten voor de scheidsrechter. De tijd staat nu stil. Stand 2-0. Voor team en Beker. Na deze wedstrijd is het team Molenbeek tegen team en Beker. Even 5 minuutjes rust. Yep.